Nu ben ik nog aan het afbetalen via het OCMW. En ik denk dat dat binnen een paar maanden achter de rug gaat zijn. Dus het is wel een goede toekomst eindelijk. Mijn situatie nu, ik zal niet zeggen dat het rooskleurig is. Soms moet ik ook nog altijd wel eens knapen, maar het gaat beter. Veel beter, nu ik uit de school ben. Daar zijn we nu dus mee bezig, met een spaarboekje aan te leggen, waar je kunt op terugvallen. Ik heb ervoor gewerkt, want we moeten doen, je moet werken, sowieso. Het geld komt niet van uit de bomen of uit de lucht gevallen, dat gaat gewoon niet, dat bestaat niet. Als ik het nu al geweten van die gsm's, van die abonnements, zou ik dat nooit getekend in. Zou ik nooit eerst raad gevraagd hebben bij andere mensen. Uw maat van u, die heeft de allernieuwste iPod of de allernieuwste gsm. Vraag me dan af, hoe komen die eraan? Met mijn preek kan ik dat niet betalen. Gelijk hoe dat ze geven, niets is gratis. Geen gsm, geen tv, geen dvd's, niets. Het leven draait niet alleen rond een iPod of een flatscreen tv. Nee, het leven draait rond werken, je rekeningen betalen en dat is het. Zien voor te leven. Je moet leven, niet overleven. Welke raad ik aan jongeren zou geven is, wees niet te trots. En vraag hulp. Als je hulp nodig hebt, vraag hulp. En dat maakt niet uit of dat je 19 jaar bent of 25 jaar bent. Vraag gewoon hulp. Er zijn nog mensen van 30 jaar die in schulden zitten en niet weten wat ze moeten doen. Je ziet mensen rondlopen op straat zonder iets, die bedelen voor geld. Ze wilden niet terechtkomen. Niet dat de jongeren dat echt begrijpen wat dat allemaal inhoudt, lenen. Vroeger hebben ze mij niks geleerd over financiële toestanden. Over als je alleen gaat wonen, want ooit komt de dag dat je het ouderlijk nest verlaat. Ze leren nu niet op school van, zie dat je huishuur kunt betalen. Zie dat je een elektriek kunt betalen, een water, een gas. Dat leren ze je er allemaal niet. Dus nu mijn goede raad. Zie dat de jongeren op hun hoede zijn voor alles. Niets is gratis.